Kijk uit van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Persconferentie COVID-19 Management Team verplaatst naar congreszaal. Partiële lockdown van kracht, samenleving wordt gevraagd mee te werken. En blijf thuis in het belang van uw eigen gezondheid. Met ingang van maandag 30 maart 2020 is de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team verplaatst naar de congreszaal. Het managementteam heeft in navolging van de door de regering opgevoerde veiligheidsinstructies ook maatregelen getroffen om de informatievoorziening naar de samenleving op een veilige manier te laten plaatsvinden. Hierbij zijn diverse voorstellen gedaan door de Surinaamse Vereniging van Journalisten en individuele mediawerkers meegenomen. Vandaag wordt de volgende informatie verschaft. Laat mij ten aanzien van de repatriatie het volgende stellen. De repatriatievluchten van onze Surinaamse ingezetenen worden voortgezet. Morgen, dat is dinsdag 31 maart, zullen de 101 gestrande Surinaamse ingezetenen te Belém, Brazilië, worden teruggehaald met een SLM-vlucht. Deze repatriatievlucht zal volgens de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid worden afgehandeld. Het ligt ook in de bedoeling een tweede repatriatievlucht vanuit Miami uit te voeren later deze week. De details hiervan worden morgen bevestigd. 105 repatrianten zullen naar huis terugkeren. Deze repatriatievlucht, mensen, zal zoals alle vluchten tot nog toe zijn uitgevoerd, ook op directieven van het ministerie van Volksgezondheid. En voor wat betreft de repatriatie uit onder andere Nederland, zal de overheid tegen het einde van de week mededelingen doen. Dit nadat het nodige inzake in orde is. Alle repatrianten zullen verplicht in overheidsquarantaine vallen en daartoe zal een contract met alle repatrianten worden getekend. Surinaamse ingezetenen die gestrand zijn in het buitenland en zich nog niet hebben geregistreerd en of het registratieformulier en het schrijven van de directeur Volksgezondheid nog niet getekend hebben, geretourneerd naar de dichtstbijzijnde diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Suriname worden hierbij opgeroepen zulks alsnog te doen. Mocht u geen diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Suriname bereikten, mailt u dan naar de volgende e-mailadressen. Ze zijn u bekend. consa@governance.gov.sr of consa.suriname@gmail.com. Er is natuurlijk een heleboel vraag. Gisteren was de eerste dag, of tenminste gisteravond 8 uur, tot en met vanmorgen 6 uur, was de eerste avond dat wij in principe hebben mogen meemaken dat de mensen dus thuis moesten blijven. De politie heeft al aangehaald dat er enkele incidenten zijn geweest die dus op een tactische wijze zijn aangepakt door de politie. Echter moet ik wel zeggen dat wij steeds meer en steeds meer krijgen wij verzoeken van mensen, bedrijven, individuen soms, die een pasje willen hebben om zich na tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens toch nog op straat te krijgen. Terwijl afgebakend is wie uitzonderingen gaan zijn. Ik geef nog een keer expliciet aan dat niet ieder voorzien zal worden van een pas. We hebben bedrijven gehad die 700 werknemers hebben en ze hebben alle 700 namen voor ons gestuurd en alle 700 namen moesten
een vrijstelling kregen of een, tenminste die moesten in de gelegenheid worden gesteld om 's avonds, tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens op straat te zijn. Het is voor essentiële werkverkeer die dus goedgekeurd gaat worden. Denkt u alsjeblieft niet, en wij vragen u om mee te werken daaraan, om niet straks te horen van we zijn onbeschoft, et cetera. Want we vragen het expliciet nog een keer. Als u vraagt om pasjes voor mensen die op straat, over straat moeten zijn, moet het zijn mensen die voor hun werk noodzakelijkerwijs en essentieel op straat moeten zijn om hun taken uit te voeren. Securitybedrijven, u moet mij niet uw hele lijst sturen en verwachten dat wij het gaan tekenen. We gaan dat niet tekenen. U moet mij een lijst sturen van de mensen die voor die avond op straat moeten zijn. Dus bij wijze van spreken, als u een uitrukteam heeft, wie zit in uw uitrukteam? Maar iemand die een statische post heeft, ergens, die moet u moet me niet vragen om die persoon vrij af te geven om dus tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens daar te zijn. Die persoon moet dan op wacht staan, daar. Oké, dus ik vraag nog een keer om dit ernstig mee te nemen. Want we worden natuurlijk overspoeld met aanvragen van mensen die dus vrij af willen hebben om na 8 uur 's avonds op straat te mogen zijn. Ik herhaal ook wat ik in het eerdere programma heb gezegd. Het geldt ook voor de politie. Het geldt ook voor het leger. Dus denkt u niet dat omdat u leger bent of omdat u politie bent, dat u dan met uw uniform of met uw pasje, et cetera, de vrijheid hebt om op straat te zijn. U mag afwijken daarvan wanneer u dienst hebt uit te voeren. Dan mag het alleen. En daarvoor zijn de diensten heel goed geïnstrueerd en zij weten precies wat zij moeten doen. Als u op straat bent, u bent een uniform, maar u heeft geen dienst, dan gaat u hetzelfde ondergaan als wat alle andere mensen zullen ondergaan. Wanneer u eenmaal wordt aangehouden, et cetera. Wij vragen de medewerking van u om dat te kunnen doen. Want anders gaan we door de bomen het bos niet meer zien. En dat is een situatie die wij niet willen hebben. We hebben meer dan 150 testen op dit moment gedaan, al dicht bij de 200. De leeftijdscategorie waarin de patiënten die positief bevonden zijn van COVID zijn in de 50 en de 69 jaar. We hebben 5 met milde klachten, 2 die recovering zijn en 1 nog steeds op de IC. En misschien is het ook fijn te weten dat we de mensen zelf ook als directeur van Volksgezondheid vond ik het nodig om dat we steeds achter de namen zetten cases, maar dat achter cases ook nog een gezicht bestaat en ze nog steeds mens zijn. En ze door een grote ordeel zijn heen gegaan, ze hebben heel veel meegemaakt. Ook wat er in de sociale media wordt geplaatst over ze, hun privacy, die steeds weer wordt geschonden. Dus heb ik gisteren gemeend om zelf met de patiënten ook een gesprek te hebben. In full PPE ben ik zelf naar de patiënten gegaan en heb één voor één een gesprek met allemaal gehad. Ze maken het goed, ze zijn tevreden. Ze vinden het jammer dat er zoveel slechts ook buiten wordt gesproken. Dus dan geef ik rechtstreeks een boodschap vanuit de patiënten naar jullie toe. Naar de gemeenschap toe. AUB, houden jullie de privacy van de patiënten in acht? Wensen jullie niet de dood steeds voor de patiënt die het nu al moeilijk heeft op de intensive care? En ook zijn vrouw, die dus al dit soort dingen op social media moet zien en van haar man ver is en niet bij hem kan zijn. We vragen om begrip te hebben daarvoor, want het kan ons allemaal overkomen. We kunnen allemaal besmet raken met COVID-19. En laten we dus dat in acht blijven nemen. De teller staat voorlopig nog steeds op 8. We hopen dat het ook zo blijft. We hebben een paar berichten gezien dat de teller op 30 zou kunnen staan. Tot op dit moment is dat niet het geval. Het aantal bevestigde cases die wij in Suriname hebben
en in Suriname dus zijn bevestigd door een test, is op dit moment 8. Er werd mij ook de vraag gesteld met betrekking tot de teller. En dan zal ik even proberen uit te leggen, zo makkelijk als mogelijk. De teller geeft aan het aantal dat in Suriname is getest en positief is bevonden. De teller op zich gaat niet omlaag. Als mensen beter worden, wordt dat vermeld in recovered, oftewel genezen. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer ze genezen zijn verklaard en er 2 tot 2 keer toe negatieve testen bij de personen zijn gevonden, dat we dat aftrekken van die 8. Het nummer kan alleen maar stijgen omdat dat cumulatief is. Dat is optellend. Het is meer omdat je de statistieken voor public health-wise zo moet bijhouden. Dat zijn internationale regels waaraan wij niet veel kunnen doen. Dus voor de mensen die dachten dat je ook daarvan aftrekt, wil ik dat ook gelijk verhelderen. Je trekt het er niet van af, maar het nummer wordt er gewoon weer bij vermeld. En ook als er iemand weg is gegaan uit het land die positief bevonden is, wordt dat niet afgetrokken, maar dan wordt dat apart vermeld. Dus dat de persoon er niet is. Dat was meer voor verduidelijking en ik wacht de vragen verder af. Ingaande zondag 29 maart 2020 is de door president Desiree Bouterse aangekondigde partiële lockdown van kracht. Gedurende 2 weken is het met een uitzondering voor essentiële diensten verboden dat men zich tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens op straat begeeft. Focus had op de eerste avond een gesprek met kolonel Jerry Sleingaard van het Nationaal COVID-19 Management Team. Hij legt het hoe en waarom van deze maatregel uit. Nou, laat me zo beginnen. Het is duidelijk dat we in Suriname een bijzondere situatie hebben. En dat het NCCR samen met DNV de coördinatie heeft van een aantal maatregelen die dus moeten worden doorgevoerd. Dit is het Emergency Operations Center van NCCR, vandaar dat u ons hier bij elkaar ziet. We hebben verschillende teams die buiten werken. Ze krijgen 's morgens een briefing. En aan het eind van de dag, wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan komt er een debrief. En dat houdt zoveel in dat dus de mensen ons zullen rapporteren. Wat hebben ze meegemaakt? Wat hebben ze gezien? Waar zijn er zaken die onmiddellijk gerapporteerd zouden moeten worden? En waar zouden we direct aandacht moeten besteden, zodat we dus dat voor de volgende morgen weer in de briefing zouden kunnen meenemen. Nou, daarvoor zijn er dus een heleboel mensen aanwezig nu. Maar natuurlijk is het niet de hele dag zo. Een heleboel mensen zijn dus buiten. Dat is de drukte hier op dit moment. Vandaag, zondag 29 maart, is dus de partiële lockdown van start gegaan. Wat mag niet op dit moment? Nou, wat niet mag, je mag niet op straat zijn. Zo simpel is het eigenlijk. De president heeft de instructie gegeven. En als de president de instructie geeft, betekent het eigenlijk voor ons dat het dus een order is. Dat heeft een aantal zaken opgezomd. En een van de zaken is, luister, we gaan naar een partiële lockdown. En dat houdt zoveel in dat er een aantal maatregelen in place zullen worden gezet en die zullen in elk geval moeten worden uitgevoerd en heeft het verzoek gedaan aan de bevolking om dat te doen. Een van de instructies is dus dat vanaf vanavond 29 maart 8 uur 's avonds tot en met 6 uur 's morgens, de volgende dag dus, mag men niet op straat gaan en heeft erg het verzoek gedaan om dus dat niet te doen. Tweede instructie was samenscholingen. Dat was dus 100 man tot en met 100 man. Die is nu teruggebracht naar 10 personen. Niet meer dan 10 personen, maximaal 10 personen. De mensen die daarvan zijn gevrijwaard, zijn het Hoogste College van Staat, de regering en uiteraard de essentiële diensten. En met betrekking tot essentiële diensten zijn er nog wat onduidelijkheden, toch? Omdat we dus niet echt essentiële diensten hebben gedefinieerd. Maar dat komt omdat we eigenlijk
Gisteren de president de opdracht heeft gegeven. Nou, wat zijn essentiële diensten voor ons? Onder andere zijn het diensten die moeten blijven doorgaan, zodat, laat maar zeggen, de staat Suriname niet in elkaar stort. En daar kan ik misschien met een paar voorbeelden komen. En de voorbeelden zijn onder andere de geneeskundige diensten. Toch? De regering van Suriname moet door blijven gaan. Ik moet zeggen bijvoorbeeld noodspoedverkeer. Als iemand ziek wordt, dus moet die persoon verplaatst kunnen worden. Maar ook als er nutsvoorzieningen, nutsbedrijven, moeten ook kunnen gaan om in deze periode waar in principe niemand op straat mag gaan. Als er ergens een brand is, bij wijze van spreken, moet de brandweer kunnen uitrijden om dat te doen. Als stroom uitvalt en het is ten gevolge van een aanrijding of noem het maar op, moet de EBS kunnen optreden. Hetzelfde met waterleiding. En zo kunnen we dus de essentiële diensten definiëren als de diensten die noodzakelijkerwijs moeten werken, zodat onze economie niet in elkaar stort en dat dus de samenleving niet in elkaar stort. Mensen moeten eten. Dus 's morgens moet je brood hebben, toch? Dus dat wil zeggen dat de bakkerijen de gelegenheid moeten hebben om 's avonds te blijven bakken. Wat wij wel vragen is dat natuurlijk alle bedrijven helpen meedenken over hoe we zo goed mogelijk de diensten gaan aanpassen. Dat we dus wel kunnen voldoen aan het niet over straat hebben van de mensen tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. En ik moet zeggen dat er een heleboel bedrijven zijn en een heleboel instanties zijn die daar heel erg hard aan meewerken. Maar we krijgen nog steeds een beetje onbegrip uit de samenleving van ja, maar eigenlijk moet ik mijn moeder gaan bezoeken en mijn moeder is altijd om 9 uur 's avonds, et cetera. En je begrijpt zelf wel dat we dat niet gaan kunnen toestaan. Dus er zijn momenten dat we het wel kunnen toestaan. En ik heb al opgezet, laat me een ander voorbeeld geven van een essentiële dienst. Een essentiële dienst is bijvoorbeeld de vuilophaaldienst. Als de vuilophaaldienst vuil komt ophalen, dan kunnen wij niet zeggen van dat moet niet. Want als we 2 dagen of 3 dagen zitten zonder vuilophaal, dan weet je zelf wel wat er gaat gebeuren. Een andere essentiële dienst is bijvoorbeeld de mensen die kijken naar onze pompgemalen en onze sluizen bijvoorbeeld. Toch? Die moeten op een bepaald moment de sluis openmaken en weer de sluis sluiten. Want anders krijgen we een heel groot probleem met de waterhuishouding. Dus ik hoop dat ik met deze voorbeelden heb kunnen staven wat wordt bedoeld met essentiële diensten. Dus de instructie is, eigenlijk, iedereen thuis, blijf thuis. Zorg ervoor dat je leven zodanig inricht op dit moment dat je dus alles doet voor 8 uur 's avonds. Als er een nood is, dan ga je natuurlijk die nood moeten uitvoeren. Maar de mensen die controleren op straat, de diensten die controleren op straat, die zullen zeker rekening houden met een vrouw die moet bevallen of iemand die een hele hoge koorts heeft, et cetera, die naar de dokter moet gaan. Dat soort zaken zullen we zeker meenemen in de overweging. Het is een beetje een lang antwoord, maar ik dacht een beetje uit te wijden hierover. Ja. Nou, wat gaat er gebeuren als ik toch op straat ben? We willen de mensen echt vragen om niet op straat te gaan. Want de lockdown, de partial lockdown zoals het is genoemd, is niet voor niemendal ingesteld. Het is een maatregel die genomen wordt om ervoor te zorgen dat de spreiding van COVID-19 zo geminimaliseerd mogelijk wordt. En we hebben iedereen nodig om dat te kunnen doen. De beste manier is natuurlijk om in je huis te blijven. Om je handen goed te wassen, et cetera. Vandaar dat deze maatregelen successievelijk strakker en strakker worden aangetrokken. Als er mensen toch op straat moeten gaan en ze hebben daar geen valide reden voor, dan begrijpt u dat er daar tegenover zullen er maatregelen getroffen worden. En ik ga openlijk zeggen, hoogstwaarschijnlijk moeten we kijken naar dat we de mensen in eerste aanleg gaan aanspreken, gaan uitleggen van, hey, luister, je merkt niet alleen jezelf in gevaar, maar je brengt ook anderen in gevaar. En dat is een groter probleem. De overige maatregelen, dat zullen we natuurlijk gaan bekijken. Omdat we niet
mensen bang willen maken. We zijn niet bezig om je in elk geval thuis te laten en eigenlijk de boeman uit te hangen. Dat is zeker niet wat we doen. We vragen alleen medewerking en we vragen begrip dat men dus niet op straat komt in de periode dat de partial lockdown is afgekondigd. Tana Osso. Wat mag wel en wat mag niet? Want op social media wordt er van alles gepost. En een van de dingen die ook wordt gepost is dat je niet eens op balkon mag zitten na 8 uur. Of dat je als je aan de kant van de straat woont, dat je ook niet met je stoel daar mag zitten. Wat mag wel en wat mag niet? Nou, ik denk dat die statement van de president heel duidelijk is wat dat betreft. Je mag niet op straat. Dus het gaat om de openbare weg. Hè. Je mag niet op de openbare weg. En je kan niet je verplaatsen van plaats A naar plaats B tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Dus dat is uit den boze. En ik heb de verschillende situaties genoemd waarin er uitzondering voor gemaakt wordt. En onder andere zijn dus dat de diensten die hun werk zouden moeten blijven uitvoeren, zodat Suriname niet in elkaar klapt. Nou, we hebben ook aangehaald dat stukje dat niet meer dan 10 mensen mogen samenscholen. Ja. Er wordt ook daarover gediscussieerd dat dat alleen 's avonds mag en 's morgens mag dat. Hoeft dat niet? Mag je met meerdere mensen? Mogen we het van u horen? Ja, we mogen geen samenkomsten hebben van tenminste maximaal 10 personen. Ja, dus er mag geen samenkomst zijn van meer dan 10 personen per keer. En als het nou 's avonds is of 's morgens of midden in de nacht of noem het maar op. Het is 10 personen en dat is waar wij ons aan gaan moeten houden. Okay. We hebben nu 2 weken deze lockdown. Wat gaat er gebeuren na die 2 weken? Nou, na die 2 weken zal er geëvalueerd worden. En dat zijn de diverse diensten die daarvoor in aanmerking komen om dus een bijdrage te leveren aan die evaluatie. Ik denk 100% zeker dat de medische sector een hele belangrijke rol gaat vervullen in hoe is het gegaan, hoe is het gesteld, hebben we progress gemaakt, et cetera. Dat is zeker een van de zaken die overwogen zal worden. Maar verder zullen we ook overwegen, hoe zijn die 2 weken verlopen? Is het mogelijk geweest om daadwerkelijk dat resultaat te bereiken dat we willen bereiken? Zijn de mensen thuisgebleven? Zijn de mensen hardhorig geweest? Hebben wij in elk geval het volk zo ver kunnen krijgen dat we de mensen eigenlijk gehoorzaam hebben? Toch? En ik denk dat dat een van de deugden is die we misschien... Er is nog een beetje ruimte voor in Suriname om daar ernstig... Hoe heet het? Eigenlijk ben ik niet de persoon die dit oordeel moet doen, maar weet je, er is nog wat ruimte wat mij betreft voor wat gehoorzaamheid in de samenleving van Suriname. Zeker als er regels, algemene regels worden gemaakt. Dus op deze wijze wil ik het beantwoorden, ja. Okay. Nou, een beetje nieuwsgierige vraag. Als nou iemand wordt opgepakt op straat tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens en het moet met geweld gebeuren, wat gebeurt met zo'n persoon? Wordt hij naar huis gebracht? Wordt hij ergens anders ondergebracht tot 6 uur 's morgens? Ja, kijk, ik denk niet dat er geweld daaraan te pas gaat komen. En ik zeg het een beetje voorzichtig. De diensten, en in dit geval de politie, die heeft instructies. Ze weten precies wat ze moeten doen en hoe ze naar dat ding moeten kijken. Ik denk dat ik de vrijheid mag nemen om te zeggen dat we hoogstwaarschijnlijk de eerste dag, dat is vandaag, niet zo, laat me zeggen, artstreng gaan zijn dat we iedereen die we zien direct naar Santo Boma zullen brengen en dat soort dingen. En ik zeg het gewoon zo, dus daarmee wil ik aangeven dat het regime niet is dat je, hoe heet het? Dat je erop uit bent om mensen te pakken om op te sluiten. Maar wat we wel willen hebben is dus dat de mensen het begrip en het besef hebben dat deze regel, deze maatregel er echt is om te voorkomen dat we een verspreiding krijgen van het COVID-19-virus. En ook een aantal van die andere maatregelen, en het gaat om een maatregel bijvoorbeeld die ook opgezond is, ik weet niet als u daarop zou komen, maar bijvoorbeeld het sluiten van de casino's.
is een van de maatregelen. En het gaat niet om de casino's worden gesloten omdat we niet willen dat mensen gokken. De casino's worden gesloten omdat wij niet willen dat mensen in zulke grote getalen bij elkaar komen. Omdat dan het gevaar van besmetting het grootst is. Het is ook bekend alom dat meestal in de casino's de doelgroep meestal is mensen die al een zekere hogere leeftijd hebben. En die vormen dus eigenlijk een beetje het grootste publiek in een casino. En die mensen zijn juist de mensen die, zoals de medici dat hebben verklaard, de meest kwetsbare groepen, toch? Dus ook dat is een van de overwegingen om de casino's in elk geval te doen sluiten. En nog een keer, al deze maatregelen zijn echt in het kader van het zich niet laten verspreiden van COVID-19. Omdat we tot vandaag als Suriname, misschien moeten we zeggen in de wereld als een van de kleine landen, in staat zijn geweest om toch nog een stukje grip te houden op de wijze waarop we die aanpak hebben van COVID-19. En dat is dus alle partijen die met elkaar bezig zijn te werken, en dat zijn er heel erg veel, die hun best doen, zo goed mogelijk, om ervoor te zorgen dat die spreiding niet ongebreideld gaat plaatsvinden. Wat wij niet zullen kunnen hebben, en ik herhaal de woorden van de president, Suriname en onze medische sector, die zijn op dit moment niet in staat om een hele grote uitbraak te hebben. En dat is dus een herhaling van de woorden van de president. Kolonel, er zijn ook opmerkingen gemaakt dat waarom moet die lockdown 's avonds zijn en niet 's morgens? Is de verspreiding alleen 's avonds? En kan iemand 's morgens en 's middags niet besmet worden? Ja, ik moet inderdaad zeggen dat dit deels een politieke besluit is geweest. Dus, en ik begeef me niet echt op het politieke niveau. Maar het heeft zeker ook te maken, en je kan elk moment van de dag kan je besmet worden. Als het nou 's morgens is of 's avonds, eigenlijk maakt het niet zo geweldig veel uit. Overdag hebben we vaak genoeg de mensen die dus werken en in de diverse werkplaatsen een beetje uit elkaar zitten. En we hopen dus dat dat in elk geval een beetje gehandhaafd kan worden. Want anders krijg je dus dat de lockdown in principe ook de totale economie van Suriname gaat kapot maken. En ik denk dat dat de hoofdreden is. Dus vanuit mijn bril bekeken is het zo dat we overdag de meeste economische activiteiten hebben in Suriname. En om dus dat te laten doorgaan, denk ik dat het goed is om dus die lockdown 's avonds te hebben. Dan kunnen de mensen ook een beetje meer rusten, denk ik. En in plaats van overdag. Maar er zal zeker ook een politieke reden zijn daaromtrend. En daar waag ik me dus niet aan. En het is wel genoodzaakt dat mensen de preventie blijven handhaven, ook 's morgens en 's middags, als ze die activiteiten ontplooien? Helemaal. Het is wel eens, want de actie die ik heb, heb ik niet gedaan. Dus, als ik het uit heb naar een maand of naar een netje, alle momenten kan ik besmet met het COVID-19-virus. Dus, als je dat nou doet, voor je te schrijven, zorg dat je niet raakt besmet. En wat je vast voor doet, uiteraard naar Tana Osso. Krimi anu, lek van de regel voor BOGD, een geneeskundige sector, volksgezondheid. Wat lof filmpje dit op tv, fa imus wasi anu, fa imus krimi i anu. Zorg dat ik de deurknop via kring van tijd tot tijd. Zorg dat ik de tafra blad, je kring de chinso alcohol of je krimi de chin chloor, opgeloste chloor. Zodat mocht er zijn dat een virus, dit op den blad dat hij, en vooral principe om de virus maar altijd, en dat ook toe de osso, dat je verkleine kans voor je raken besmet met een virus dat hij. Ja, dus net die of die, of moest die, maakt niet uit, altijd voor jezelf zorgen en zorgen dat je niet besmet raakt met het virus.
Zijn er tot op dit moment al gevallen binnengekomen? Het is de eerste dag. Zijn er al mensen geweest die zich niet aan de regels hebben gehouden? Ik moet zeggen dat ik heb nog geen rapportage gehad. Eigenlijk is de avond ook nog een beetje vroeg. We zullen natuurlijk wat verkeer nog zien op de straten. We hebben een tig aantal briefjes getekend voor mensen die hebben gevraagd om vrijstelling te krijgen of om dispensatie te krijgen, et cetera. En de rapportages die wij dus tot op dit moment hebben, is dus dat ze inderdaad nog wel wat verkeer zien op straat en nog, weet je. Maar het is de eerste dag, we beginnen nu en we denken dat het naarmate de dagen vorderen. En ik denk vanaf morgen dat het veel beter georganiseerd is, noem het maar op. Ik wil toch nog dit, en gebruik maken van dit moment, wil ik toch nog zeker de mensen die kijken naar guidance van hoe kan ik aan een pasje komen, hoe kan ik niet aan een pasje komen. Er moet gezegd worden dat om aan een pasje te komen zijn er twee mogelijkheden. En dat is, er is COVID-19, dus www.covid-19.sr, website. Dat heeft een speciale klikbutton waar je op moet klikken om dus die aanvraag te doen. En dan vul je dat in en dan word je teruggemeld. Ga je wel of ga je niet de gelegenheid krijgen? En ik wil de mensen zeker zeggen, niet ieder gaat de gelegenheid krijgen. Ik heb bewakingsbedrijven gehad die 600 mannen in dienst hebben. En ze hebben alle 600 mannen voor ons gestuurd die vrijgesteld moeten worden zodat ze tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens willen gaan. Ik wil aan dit soort bedrijven vragen en aan alle andere bedrijven. Ook de bakkerijen, ook de diverse andere nutsbedrijven, et cetera. Alleen de mensen die dienst hebben, dienst die avond, die mensen moeten we op een lijst krijgen en dan gaan we die mensen natuurlijk wel hun diensten laten uitvoeren. Behalve de politie, het leger, die reeds hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Maar het gaat ook, laat me dat ook specifiek zeggen, niet elke militair, omdat hij militair is, die mag na 8 uur en 6 uur 's morgens op straat. Wie soort dienst je deed? If you know up dienst, if you know up wroko. En omdat je naar school toe of zo dat hij, dat je gevrij waard en dat je mag go waka tussen uit je net in een 6 uur maanding. Zo te je op dienst. If you know up dienst, zorg dat je dan ook. En alatra nutsbedrijven, alatra veiligheidsdiensten, et cetera. Want sma acties so many van luister, mi want differei, mi want de maf mi moest draai shit, maar dan mi no up, noem maar op. Dus wij zeggen, als je geen dienst hebt, wie je ook bent in Suriname, ga je geen toestemming krijgen om op straat te zijn. En als je dan wel op straat bent, dan gaat dezelfde regel op jou van toepassing zijn. De samenleving wordt nadrukkelijk gevraagd gehoor te geven aan de door de autoriteiten vastgestelde maatregelen. Het gaat vooral om uw eigen belang en het is geenszins de bedoeling de burgerij onaangenaam te zijn. Laat u zich niet meeslepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid jegens de politie, die erop moet toezien dat de instructies worden nageleefd. Indien nodig zal er wel tegen u moeten worden opgetreden, binnen het kader van de wettelijke bevoegdheden. Blijf u thuis. En nogmaals, blijf je zoveel mogelijk thuis. Deze oproep is in uw eigen belang. Namelijk, om te voorkomen dat u in het kader van de partiële lockdown in aanraking komt met de politie en om te voorkomen dat u besmet raakt met het COVID-19 coronavirus. Tijdens de lockdown is het verboden dat u zich tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens onnodig op straat begeeft. Blijf thuis als u hoest, verkouden, koortsachtig of in quarantaine bent. Ontvang ook geen bezoek. Vermijd contact, samenscholing en houd afstand van anderen. Wil je zo graag van buiten eten? Bestel dan liever via delivery of take-out. Houd er rekening mee dat openbare vermakelijkheden, kansspelgelegenheden en casino's momenteel verboden zijn. Help zorg- en hulpverleners hun werk te doen. Was en ons met uw handen regelmatig.
Bejaarden behoren tot de risicogroep, waardoor bezoek aan bejaardentehuizen uiterst beperkt is. Maar voor hetzelfde geldt ook dat de zorg voor onze senioren optimaal geschiet. Het COVID-19-virus kent geen onderscheid. Het verspreidt zich via nies- en hoestdruppeltjes en kan van mens op mens worden overgedragen. De meest kwetsbare groepen zijn ouderen en hart-, long- of diabetespatiënten. Leef daarom de regels na en verklein de risico's. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.